Beleef het eeuwenoude Oosterse sprookje in Azië. Beleef nieuwe culturen en uitermate gastvrije bewoners. De mystiek van Azië is tegelijk elegant als ook verbazingwekkend. Azië, een werelddeel vol contrasten. Van de grote steden als Hongkong, Singapore en Shanghai, vol prachtige bouwwerken, tot hoofdsteden en regio's vol indrukwekkende musea. Adembenemend natuurschoon en diverse mysterieuze en boeiende landen in uw ultieme droomvakantie. Om Azië goed te leren kennen, nemen we er de kaart van dit unieke werelddeel bij. Azië is 's werelds grootste continent en bevat maar liefst 47 landen. De meeste cruises vinden plaats in het zuidoostelijke gedeelte en dan vooral in Thailand, Singapore, Vietnam en China, als ook naar Maleisië en Indonesië. Het is een steeds populairder wordend cruisegebied en steeds meer schepen vinden hun weg naar dit verre werelddeel met zijn onbeschrijfelijk mooie bestemmingen. De belangrijkste bestemmingen zijn onder andere Bangkok in Thailand, de stadstaat Singapore van waaruit veel schepen vertrekken, Ho Chi Minh-stad, het vroegere Saigon en nu hoofdstad van Vietnam, de wereldstad Hongkong, dat ook als vertrekhaven fungeert, en de steden Shanghai en Beijing in China. Er zijn uiteraard nog tientallen andere prachtige bestemmingen. In deze presentatie ziet u de belangrijkste. Cruises in Azië hebben een werkelijk fascinerende mix van bezienswaardigheden en ontmoetingen met unieke bevolkingsgroepen. Het mooie van cruisen is dat u altijd het comfort, het gemak en de kwaliteit van uw cruiseschip onder handbereik heeft. Iets wat in dit werelddeel erg belangrijk is en uw vakantie tot een topvakantie maakt. De meeste cruises in Azië vinden plaats in het voor- of najaar, met als populairste cruises de 16-daagse cruises vanuit Bangkok naar Beijing, als ook de 8- of 15-daagse cruises vanuit Singapore. We nemen een kijkje op de kaart en verplaatsen ons naar Bangkok. Regelmatig is die innoverende stad in Thailand begin of eindpunt van een cruise. Het mooie hiervan is dat Bangkok erg goed bereikbaar is vanuit Nederland. Deze wereldberoemde miljoenenstad heeft talloze prachtige bezienswaardigheden. Een van de meest bezochte bestemmingen in de stad is het uitgebreide paleizencomplex. Het is ook een stad die bezaaid is met tempels. Religie speelt een grote rol in Thailand en je komt het dan ook overal tegen in het dagelijkse leven. In de paleiscomplexen en tuinen, in de tempels, maar vooral ook op straat, waar bijna ieder winkeltje en restaurant een mini-tempeltje heeft om geluk en voorspoed af te dwingen. De stad Bangkok biedt ontelbare mogelijkheden tot het maken van excursies. Van diverse stadstours tot boottochten en van drijvende markten tot een olifantenweeshuis en traditionele folkloreshows. Van Thailand verplaatsen we ons naar Vietnam en wel naar Ho Chi Minh City, de hoofdstad. Na een indrukwekkende vaartocht over een slingerende rivier leg je met het schip dicht in de buurt van de hoofdstad aan.
Deze onvergetelijke metropool en handelsplaats stelt je al gelijk op je gemak door een hartelijk en kleurrijk ontvangst waarbij het oorlogsverleden al snel is vergeten. Via een korte bustocht kom je van de aanlegkade terecht in de bruisende stad met zijn miljoenen fietsen en brommers. Deze karakteristieke eigenschap zal je nog lang bijblijven. De onafzienbare stroom van fietsers en brommers is overweldigend. En het plaatsnemen in een van de Vietnamese fiets- of brommentaxis is dan ook een aanrader. Het opvallende in de hoofdstad is de subtiele mix van westerse en oosterse architectuur. Zo kom je er opvallende kerken en kathedralen tegen, als ook Franse oud-koloniale gebouwen. De hele stad is een unieke combinatie van musea, van tempels, markten, markante gebouwen en oorlogsmonumenten. Hongkong, de waanzinnige en meest bruisende stad van Azië, is een van de spannendste havensteden tijdens iedere cruise. De stad, tegenwoordig weer onderdeel van China, heeft de meeste wolkenkrabbers ter wereld. Deze voormalige Britse kolonie is een magnifieke opeenhoping van westerse en oosterse cultuur. De haven en waterweg tussen de twee stadsdelen bepalen het stadsbeeld. En er vindt dagelijks een levendige handel plaats op zowel kleine als grote schaal op het water. Hongkong is een wirwar van nauwe straatjes, straatmarkten, moderne wolkenkrabbers en ontelbare winkels. Een heus shoppersparadijs. Voor de culinaire liefhebbers is het smullen geblazen, tegen zeer lage prijzen. En de winkelparadijzen hebben een moderne mix met Chinees-Oriëntaals accent. Behalve de stad zelf, die één grote bezienswaardigheid is, behoren musea, tempels, kloosters, het Kowloon Park en zelfs de stranden tot de topattracties. Shanghai, de sprookjesachtige havenstad aan de Huangpu-rivier, speelde een uitermate belangrijke rol in het Chinese verleden. De vanouds zeer energieke stad heeft een kleurrijke bevolking die van alle Chinese steden in de omhaalslag naar de moderne tijden het meest voorop loopt. Ook in deze stad zijn de tempels en paleizen talrijk. En de Nanjing Road is het winkelparadijs van China. De beste manier om deze geweldige en zeer omvangrijke stad te verkennen is via de compacte stadstour die bijna iedere rederij aanbiedt. De hoogtepunten worden in korte tijd achter elkaar bezocht, waaronder de beroemdste tempels, paleizen en musea. Andere hoogtepunten zijn het langste kanaal ter wereld, de Grand Canal, en de befaamde U-tuinen. Bij het wegvaren uit deze overweldigende stad zal de skyline nog lang in uw geheugen gegrift staan. Van Shanghai gaan we naar de hoofdstad van China, Beijing. De stad is per cruiseschip te bereiken vanuit de havenstad Qinggang, na een busrit van ongeveer 2,5 uur. Beijing, waarvan de letterlijke vertaling noordelijke hoofdstad is, is het hoogtepunt van menige cruise en het begin of eindpunt van de meeste cruises in Azië. Na de Olympische Spelen van 2008 kent iedereen de beroemde hoogtepunten van het communistische bolwerk, zoals de Verboden Stad en het beroemde paleizencomplex met tuinen en paviljoenen. De bezienswaardigheden als Tiananmenplein, het Olympisch Stadion en de vele musea kunnen het best via een scheepsexcursie worden bezocht. Op die manier bent u altijd verzekerd van enerverende en veilige dagtrips. Gekoppeld aan een stadstoer wordt in de meeste gevallen een kort bezoek gebracht aan de Chinese muur. Dit enige menselijke bouwwerk dat vanuit de ruimte gezien kan worden, is vaak de afsluiter van een spectaculaire cruise.